Ja, ruim 1 miljoen in de plus. Daar komt Maastricht op uit in de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. De jaren erna worden nog grotere plussen verwacht. En komende dinsdag is dit de hele dag het onderwerp van gesprek bij de gemeenteraad. Wethouder van Financiën, Manon Fokke, komt hier dus toelichting op geven. Ja, mevrouw Fokke, als ik naar het saldo dus kijk, ik zeg ruim 1 miljoen in de plus. Voor 2024 3,5 miljoen in de plus. En die van 2025 ruim 10 miljoen in de plus. Dat zijn mooie bedragen. Dat zijn mooie bedragen. Dat zijn natuurlijk in die zin ook nog prognoses. Hè. Op basis van de gegevens die wij nu weten, is dat het verhaal. Je moet je wel realiseren dat 1 miljoen in de plus voor volgend jaar, absoluut op een gemeentebegroting van bijna 572 miljoen, natuurlijk niet heel erg veel is. Als je ziet voor wat voor uitdagingen wij op dit moment allemaal staan. Dus ik denk dat het geen reden is om heel erg optimistisch te zijn. Ik denk juist dat de toekomst heel ongewis is. En dat nou, die miljoen, het houdt niet over, laten we het zomaar zeggen. Nee. Wat zijn die grootste uitdagingen dan, die u noemt? De grootste uitdaging blijft op dit moment toch wel de energiecrisis. Mm-hmm. We zien dat de landelijke overheid wel zaken doet. Daar hebben we ook heel lang op gewacht. Hè. Heel veel gemeentes hebben gewacht van wat gaat de landelijke overheid nou doen. Omdat we in het verleden ook wel hebben gemerkt, als gemeentes heel snel acteren, zegt de overheid fijn dat u het doet, hoeven wij het niet meer te doen. Maar niemand kan in de toekomst kijken. Ik weet niet hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Dat weet niemand. En dat betekent wel dat je er ook rekening mee moet houden. Dat ook wij kunnen als gemeente wel naar die landelijke overheid kijken. Maar die landelijke overheid, daar gaat het geld op dit moment ook met bakken uit. Omdat zij ook moeten betalen aan. Hè? En dat is goed ook, want een overheid moet er zijn voor mensen. Maar dat betekent wel dat er zoveel onzekerheden zijn voor volgend jaar. Dat we echt wel met alles rekening moeten houden. Ja, bijvoorbeeld dus toeslagen die je aan burgers moet uitkeren die niet rondkomen. Natuurlijk, de landelijke overheid heeft daar natuurlijk zelf ook op ingegrepen met de energietoeslag. Nou, we zijn in Maastricht zelf bezig met een noodfonds. Daar stond deze week wat over in de krant. Dat vond ik dan wel intrigerend, want 10 miljoen zal de gemeente Maastricht, kijk maar naar de begroting. 10 miljoen zal dat niet worden, zeg ik maar even. Hoeveel wel? Daar zijn we nog over bezig, maar als je deze begroting ziet. Ja, natuurlijk gedeeltelijk straks maken we de rekening van dit jaar op, hè, aan het einde van het jaar. Ja, ja. En dan houden we incidenteel wel of geen geld over. Maar 10 miljoen, dat kunnen wij nergens vandaan halen. Omdat ik ook wel vind, natuurlijk iedere gemeente heeft een algemene reserve. Hè. We hebben een algemene reserve. Daar zit zo'n 100 miljoen in. Maar 100 miljoen kan in deze tijd ook heel snel op zijn. Hè. En ik wil niet doemdenken, moeten we vooral niet doen. Want we moeten ook vooral in ontwikkeling blijven. Maar waar we op dit moment met z'n allen staan. Dat maakt wel dat de overheid meer dan ooit zich bewust moet zijn van dat wij verenigingen, culturele instellingen en burgers nog meer moeten helpen. Omdat het natuurlijk het is die energierekening, maar het zijn ook die boodschappen die steeds duurder worden. En het totaalpakket, ja, daar is natuurlijk de overheid voor om uiteindelijk dan te doen wat de overheid kan doen. Ja. Ja, een ander pijnpunt van de afgelopen jaar was dat sociale domein, waardoor die grote bezuinigingen van 2 jaar geleden moesten worden ingevoerd. Die staat nu voor 255 miljoen euro op de begroting dat eraan wordt uitgegeven, voor volgend jaar dan. Dat is, even kijken, snel gerekend 17 miljoen minder dan afgelopen jaar, of dit jaar eigenlijk. Is dat in control, het sociaal domein? Het sociaal domein, kijk, we hebben sowieso als gemeente, hè, dat is niks nieuws, hebben we al gezegd, als gemeente gaan wij werken aan onze bedrijfsvoering. Hè? Want als gemeente zijn we gedeeltelijk, om het maar gewoon te zeggen, niet in control. Dat heeft iedereen meegekregen. We hebben vorig jaar onze jaarrekening opgemaakt. Hè? Aan het eind van het jaar gaan eigenlijk altijd de boeken dicht. Maar onze prognose in december vorig jaar gaf eigenlijk een heel ander verhaal. Zouden we 6 miljoen over hebben gehouden over vorig jaar. En uiteindelijk bleek, toen de jaarrekening echt werd opgemaakt met de accountant erbij, bleken we 26 miljoen over te houden. Dat is nogal een verschil. Dat betekent dat dat het voor ons moeilijk is om af en toe de gegevens uit ons huis, zeg ik maar even, op te halen. Hoe komt dat? Wij werken nog heel veel met verouderde systemen. En daar zie je ook, als je die naar onze gemeentebegroting kijkt, zie je ook dat er een fors bedrag, een investering in onze bedrijfsvoering staat. Wat wij lange tijd hebben gedaan, en dat doen overheden toch ook wel heel veel, kijk je naar jezelf en zeg je, we kunnen wel wat knijpen op onze organisatie.
Wij hebben ook eigenlijk jaren wel geknepen op onze organisatie. Wat houdt dat in? Dat je eigenlijk niet de systemen aanschaft die je aan moet schaffen om je werk goed te doen. Ja, daar lopen we nu tegenaan. Bij ons moet heel veel financiën moeten nog uitgelezen worden op Excel-bestanden. Dat is natuurlijk wel heel erg foutgevoelig. Mm. Dus zijn wij in control? Nee, wij zijn niet geheel in control. En daar moeten we ook mee aan de slag. Hebben we daar al stappen in gezet? Ja, want we hebben 2 jaar geleden die prebegroting, die forse bezuiniging op het sociaal domein. Die is natuurlijk inmiddels al van een paar jaar geleden. Hè. Toen hebben we ook echt KPMG hebben wij in huis gehad. We hebben de VNG in huis gehad. Die hebben met z'n allen ook gezegd, er moet ook iets gebeuren in jullie sociaal domein. Want jullie sociaal domein is ook veel te uitgebreid. Mm. De VNG heeft daar ook iets over gezegd. Nou, daar zijn we nu mee aan de slag. Realiseer wel dat die bedragen in het sociaal domein, dat bedrag waar jij net over had, dat krijgen wij allemaal van het Rijk. Hè? Het Rijk geeft ons eigenlijk, wij voeren eigenlijk, dat heet heel chic medebewind, maar wij voeren eigenlijk allerlei taken uit voor de Rijksoverheid. Mm. Nou, een van die taken die wij bijvoorbeeld ook uitvoeren, zijn heel veel taken in het sociaal domein. Daar krijgen wij geld voor van het Rijk en vervolgens is het de gemeente die daar aan zet is. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Een andere groot dossier is die tram, hè, die niet gaat komen. Kunnen we daar nog geld van verwachten of moet daar nog geld om worden uitgegeven om dat goed af te wikkelen? Men is nu bezig, hè. Uiteindelijk zal er een claim komen, want heeft België nu de stekker uit de tram getrokken. Dus ja, wij zullen zien wat de toekomst brengt, maar het lijkt mij meer dan redelijk dat degene die de stekker uiteindelijk uit het dossier trekt, kosten zijn gemaakt. Het is niet zo dat we net een dag met dat dossier bezig waren. Dus ik hoop dat België netjes doet wat wij in alle overeenkomsten met elkaar hebben afgesproken. Ja, en dat zou dan betekenen dat België de kosten op zich neemt die Maastricht heeft gemaakt de afgelopen Dat zou betekenen dat België de kosten op zich neemt die Maastricht heeft gemaakt, ja. Ja, 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 oké. Ander onderdeel van die begroting is de burgerbegroting, hè? Ja. Die zojuist in de eerste fase zo goed als afgerond is. Daar gaat meer budget naartoe de komende jaren. Hoeveel? Ja, daar gaat een miljoen aan budget. Afgelopen jaar was het 3 ton. We gaan dat ophogen naar een miljoen. En we hopen op hetzelfde enthousiasme. Mm. Want aan enthousiasme heeft het bij de eerste burgerbegroting niet ontbroken. En is dat dan omdat er zoveel projecten zijn ingediend dat jullie zeggen van nou, daar is gewoon meer geld voor nodig? Uiteindelijk, kijk, we zijn ooit begonnen. Antwerpen had een burgerbegroting. En dan ga je ook kijken, gaan we dat doen? Antwerpen heeft volgens mij een nog groter bedrag. Antwerpen is natuurlijk ook een grotere gemeente, daar moeten we ook niet voor weglopen. We zijn eerst met 3 ton begonnen. Uiteindelijk hebben we meer dan 30 projecten die kunnen in de uitvoering. Volgend jaar gaan we eens naar 1 miljoen. Ik weet helemaal niet of dat nou meer projecten, weet ik niet. Of het meer projecten oplevert of dat mensen zeggen, wij gaan voor duurdere projecten. Dat vind ik ook wel interessant. En ik vind het ook wel interessant om na deze 2 keer te evalueren. Hè? Mm. Want je wil uiteindelijk dat mensen mooie projecten voor de stad indienen. Mm. En meer geld is nooit een doel op zich. Ja. Dus het is heel goed om na deze 2 keer eens te zeggen van, inderdaad worden er nou volgend jaar meer projecten of misschien wel minder, om die 2 keer naast elkaar te zetten. En van wat is dan een logisch vervolg om voor de komende jaren met de burgerbegroting te doen. Maar dat het enthousiasme groot is, dat hebben we in alle rondes gezien. Hè. Rondes waren ook in buurten waar mensen meedachten. En ja, als je toch, er was plaats voor 175 man in de muziekgieterij. Ja, daar waren 250 aanmeldingen. Dus mensen, ja, we hebben echt moeten loten. En dat vind ik eigenlijk een goed teken. Ik hoop dus ook vooral dat, ik hoop zelf dat we wel nog meer projecten krijgen. En nog meer mensen die samen mee kunnen doen. Want daar is het eigenlijk voor bedoeld, hè. Als wethouder burgerparticipatie zeg ik, dit is eigenlijk een onderdeel om samen meer voor onze mooie stad te gaan betekenen. Ja. Jos, kunt u nog geld verwachten van de gemeente? Kortom, staat u ook op de gemeentelijke begroting, zover u weet? Ik reken nergens op. Nee? Ik heb niks aan gevraagd, hoor. We hebben alleen hopen we dat we in redelijkheid en billijkheid samen dingen kunnen ontwikkelen. Ja, rondom de NC voor de duidelijkheid. Ja, ja. Rondom het NC-gebied. Dat is de hoop die we hebben voor de komende jaren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mevrouw Fokker, tot slot nog even die energierekening. Mm-hmm. Want ook de gemeente moet natuurlijk ook een hogere energierekening gaan betalen. Is er al een nieuwe aanbieder gevonden? We zijn bezig. Dus ik heb goede hoop dat alles voor 1 januari netjes is geregeld. Mm.
Wij waren gewoon een pechvogel. Ja, wij moesten ook een nieuw contract afsluiten per 1 januari. Ik heb goede hoop dat ik eind november, begin december aan de raad kan vertellen wat het bedrag zal zijn wat wij zouden moeten gaan betalen. Daar ga ik nu ook nog niet over speculeren. Jammer, dat was mijn vervolgvraag geweest. Ja, dat snap ik. Alleen, kijk, wat ik deze week ook heb gezien, dat ik ineens in de krant, dat ineens ons noodfonds 10 miljoen wordt en dat ik allemaal mailtjes krijg van mensen. Prachtig. Mm. Dat snap ik. Ik ga daar niet op speculeren. Omdat het voer is voor, is het nou 2 miljoen meer, is het 4 miljoen meer. Laten we het afwachten tot we exact weten wat het is. Dan gaan er ook niet allerlei verhalen leven die uiteindelijk toch weer niet helemaal waar blijken te zijn. Mm. Ik weet op dit moment ook nog niet hoeveel het is. Als ik het wel zou weten, mochten mensen het weten. Want ik ben nou niet echt de wethouder van de geheimzinnigheid. We zijn ermee aan de slag. En zodra het bedrag bekend wordt, zal de raad de eerste zijn die het weet. Hè? Want waar bedrijfsvoering normaal gesproken meer aan de achterkant zit, is dit natuurlijk nu wel een heel dominant ding geworden, zal ik maar zeggen. En dan horen jullie het allemaal. Ja. Komende dinsdag staat het dus op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn al een hoop vragen ingediend door diverse partijen. Heeft u al een beetje het gevoel van men is tevreden of men is juist erg kritisch? Ik denk dat men over het algemeen heel tevreden is. Hè. Alle ambities uit het coalitieakkoord staan ook in de gemeentebegroting. Ik snap dat iedereen wel de uitdaging, de wereld waarin wij leven op dit moment, en kan iedereen daarin meedoen en houdt iedereen de financiën op orde. Ik snap dat dat een heel groot vraagstuk is. Ik zou me ook zomaar zo kunnen voorstellen dat het daar dinsdag over zal gaan. Hè. Ik heb al een aantal moties voorbij zien komen. Ik hoop gewoon dat wij de avond afsluiten, dat een ruime meerderheid van de raad instemt met deze begroting. Want ik denk dat we ons best hebben gedaan om iedereen tot zijn recht te laten komen. Ja, we gaan het dinsdag zien. Mevrouw Fokke, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan.